Hey, een paar stoeptegels eruit, een paar planten erin. Je hebt een geveltuintje. Klinkt makkelijk. En dat is het ook volgens GroenLinks raadslid Marianne Schout uit Enschede. Ze wil dat 999 andere Enschedeërs ook een geveltuintje aanleggen en starten een actie. Vandaag ging ze alvast met haar eigen geveltuintje bezig. Ben je trots? Ja, gaaf. En dankjewel voor de uitnodiging om het zo nog wat verder te vertellen natuurlijk. Ja, want even zo'n geveltuintje, is dat gewoon puur voor de mooi of zit daar ook nog een verdere gedachte achter? Je hebt al gezegd de bloemetjes en de bijtjes. Heeft het ook te maken met een stukje wateropvang in Enschede bijvoorbeeld, waar ook over gesproken wordt? Volgens mij heb je al aardig wat bijgeleerd, dus dan kan ik net zo goed de vraag terugstellen. Ja, is ook zo. Ja, nee, dat is zeker ook voor de wateropvang. En er zijn natuurlijk heel veel redenen te bedenken. Als je ziet in die straat, het is eigenlijk super saai daar, alleen maar tegels. Dus dat maakt het ook meteen een stuk mooier. Heel leuk was ook dat er allerlei buren voorbij kwamen lopen die benieuwd waren wat ik aan het doen was. Dus in die zin al heel veel contacten bijgemaakt in de buurt. Dat is ook super leuk om te zien. Ja. Maar het grootste punt vind ik wel van belang om te wijzen op het feit van, we moeten er echt wat aan doen dat er meer biodiversiteit blijft in de stad. Dat het niet alleen maar stenen is, wat misschien gemakkelijk is. Biodiversiteit houdt in? Ja, dat je zorgt dat er veel planten zijn van alle soorten en maten. Zodat, nou ja, met name van belang dat de insecten wel eten kunnen vinden. Maar je ziet vervolgens dat als er minder insecten zijn, zijn er minder vogels. En zo kun je doorgaan natuurlijk met de trap. Ja. En alles hangt met elkaar in evenwicht. Dus je hebt het allemaal nodig. Dus jij zegt van, ik stel hier een voorbeeld, volg hem. Alleen, ja, super graag. Ja, mag dit zomaar eigenlijk? Want het lijkt op een stukje stoep wat je hier aan het verbouwen bent. Ja, nou, ik zag dat de gemeente Enschede morgen een kraantje bij iedereen in de bus gaat doen. En die gaat ook juist over duurzaamheid. En er staat ook een stukje in over geveltuintjes. Dus we worden op onze wenken bediend. Super mooi. En daar staat een stukje uitleg in hoe het werkt. Dat je een klein stukje stoep mag verwijderen. En ik noemde al een heel mooi gemeentemannetje in het filmpje. Je kan contact opnemen met de gemeente. Je kan wel googlen op gemeente Enschede en geveltuintje. En dan kom je wel op de goede sites terecht. En dan gaan ze kijken hoe groot de geveltuin mag. Omdat de stoep wel breed genoeg moet blijven om te kunnen lopen. Ja, ja. En nou ben je een soort van guerrilla-strijd begonnen van laten we die stad ombouwen in een halve tuin. Wat op zich heel mooi is natuurlijk. Alleen nu ben je bij ons om erover te vertellen. Je hebt een filmpje opgenomen. Heb je nog andere manieren om die boodschap de wereld in te slingeren? Want uiteindelijk moeten 1000 mensen, of eigenlijk 999, jouw voorbeeld gaan volgen. Ja, ik heb al best veel enthousiaste reacties gehad. Dus het begin is gemaakt. De sneeuwbal is denk ik al aan het rollen. Of misschien iets toepasselijk voor de zomer kunnen noemen. Maar, en ik heb nog een brief meegenomen, Niels. Ik weet niet of jij ook een geveltuin kunt maken, maar er zitten wat bloemzaadjes bij. Oh, kijk aan. Nou ja, weet je, als ik dat doe, dan worden denk ik de mensen van de kleine bistro, het restaurant onder mij, heel boos. Want dan verbouw ik hun entree, zeg maar. Ja. Dus dat is wat lastig. Maar ik kan ze wel meenemen, misschien dat mijn ouders er nog wat mee... Ja, zeker. Doorgeven is net zo goed natuurlijk. Ja, want als je in hoogbouw zit, dan lukt het natuurlijk niet, toch? Nee, ja, heel soms dan heb je dan natuurlijk een balkon, dus dan zou je iets kunnen bedenken. Maar je ziet wel in de stad, als je bijvoorbeeld in Amsterdam loopt, daar zie je zoveel mooie geveltuintjes. En je stad wordt er volgens mij ook zoveel mooier van. Los van de andere voordelen nog. Dus ik dacht, ja, dat moet hier toch ook kunnen. Ja. En heb je nou speciale planten die je dan in zo'n geveltuintje zet? Ja, ik ben bij Ecocentrum Emma geweest. Daar hebben ze ook verantwoorde plantjes. En daar kunnen ze je ook heel goed advies geven welke plantjes waar kunnen staan. Bij mij is dan een deel zon. Dus dan moeten planten zijn die tegen zon kunnen. Volgens mij heb ik goed opgelet en gaat dit dus niet dood. Maar wat zijn dan verantwoorde plantjes, zoals je het zo noemt? Die ook biologisch gekweekt zijn. Dus je hebt, ja, dat is soms ook wel weer lastig. Want dan denk je, ik koop toch plantjes, dat is al goed. Ja. Maar soms is het ook nog weer opletten wat voor soort plantjes je koopt. En het liefst willen we ook inheemse planten hebben. Want er zijn ook best veel planten die heel mooi zijn, maar die komen uit het buitenland. Ja, daar hebben onze insecten dan weer niks aan. Dus het is soms best nog wel een puzzel. Nou, precies, en geen verboden planten, hè? Want dan worden ze opgeruimd door de politie. Dat zie je ook tegenwoordig in Twente best veel. Ja, of 3 mag of zo, toch? Ja. Ik weet niet of dat... Ja, hoeveel heb jij trouwens nou voor deze operatie die we hier net zagen, hoeveel heb je daar ongeveer voor neer moeten leggen? 30, 40 euro. Oh. Dus dat valt mee. En ik heb dan, nou ja, de rozenstruik was ietsjes duurder, dus dan kun je nog kijken wat je wil natuurlijk. Ja. En lavendel schijnt zich heel goed te verspreiden. Dus nou ja, als je je daar een beetje in verdiept, of misschien weten je ouders dat, dan zou je nog informatie kunnen inwinnen wat slim is om te doen qua plantjes. Ja. Ik heb nog gekeken wat dan juist goed is voor de bloemetjes en de bijtjes. En wat nog wel gaaf misschien is om te noemen, of om hier een soort van oproep te doen. Nou? Ik zou graag onze wethouder, Jurgen van Hout, willen oproepen. Dat weet hij nog niet, dus bij deze is het een verrassing. In Amsterdam en in Rotterdam doen ze het NK tegelwippen.
Nou, die moet je en even uitleggen. En daar moeten wij natuurlijk aan meedoen in Enschede. Het NK tegelwippen. Ja, ik krijg daar een bepaalde gedachte bij, maar ze waarschijnlijk niet wat het inhoudt. Vertel eens, Niels. Ik krijg dan de gedachte dat er heel veel mannen op een rij staan met een tegel voor zich. Die heel druk bezig zijn om een tegel te wippen. En als je dat dan filmt. Ja, maar is dat iets wat je Jurgen van Hout graag ziet? Is een idee. Maar dan misschien wel alle wethouders. Oh. Waar gaat dit nou ineens naartoe, jongens? Oh. Nou, als het nu niet aantrekkelijk geworden is. Ja, precies. Ik zag dat Amsterdam en Rotterdam, die zijn met elkaar de battle aangegaan wie de meeste tegels verwijdert uit hun stad. En de wethouder heeft daar ook aan meegeholpen. En die heeft dan de eerste tegel symbolisch gewipt. Ja, dus ja. Dat klopt wel. Ja, ja. Dus gewoon dat Enschede als stad zo probeert om zoveel mogelijk tegels te wippen. Nou, hoe mooi is dat? Nou, ik kom er niet meer uit, jongens. Ja, onze producer Julian die zat al druk te gebaren. Afronden. Maar het gaat niet per se om wat er nu allemaal aan de hand is. Maar ook gewoon dat het tijd is. Ja. Marianne, dankjewel dat je bij ons was. Ja. En succes met de actie. Je had nog een hashtag nodig, toch? Ja, ja. Ik weet het misschien wel. Ja, heb je... Maar die is nu wel extra een beetje... Nou ja. Hashtag tegelwippen. Ja, kan ook. Ik zat te denken aan hashtag gavegevel. Ja, mooi ook. Oké. Oké, laten we. Ik stuur het eromheen. Dankjewel. Marianne Schouten was dat. GroenLinks raadslid in Enschede. Met de tegeltuintjes. 1000 stuks moeten er komen in Enschede. En als er nou 1001 wonen, is dat ook nog goed? Ja, 2000 mag ook. Oh, 2000 mag ook. Hup, tegelwippen, jullie allemaal.